Voor het tweede jaar op rij werd Chaco Blue uitgeroepen tot beste springpaardenvererver ter wereld. En met Q Chaco Blue van Essenen heeft Team Nijhoff een zeer interessante zoon van hem vast weten te leggen. Op de BWP Hengstekeuring was Q Chaco Blue van Essenen één van de opvallendste springpaarden. Een briljante combinatie van talent en een droompedigree. Zijn moeder Folie van Essenen leverde al het internationale 160-paard Jolie van Essenen. Daarnaast is Folie de halfzus van het bekende Grand Prix springpaard Extra van Essenen. Deze Diamant de Semilly-zoon sprong onder meerdere ruiters op het allerhoogste niveau en wordt nu met veel succes uitgebracht door Dara Kenny. Andere internationale springpaarden uit dezelfde moeder zijn Diamante van Essenen en Hakko Blue van Essenen. Vader Chaco Blue sprong onder Andreas Kreutzer naar een imposante derde plaats in de Grote Prijs van Aken en ontpopte zich tot de beste springleverancier van zijn generatie. Explosion W, Chalou, Callisto Blue, VDL-groep Miss Untouchable. Het zijn maar enkele voorbeelden uit de groep van maar liefst 500 internationaal springende nakomelingen van Chaco Blue. Q Chaco Blue's grootvader Nonstop is een bijzonder waardevolle zoon van Darko en gaf al meerdere internationale toppaarden, waaronder de voormalige nummer 1 van de wereldranglijst Ulis van Pier Schwitzer. Het aanstormende talent Q Chaco Blue van Essenen is met zijn spraakmakende springmanieren en zijn topafstamming een hoogst interessante hengst voor de toekomst.